Yo, Nintendo fans! We zijn Bob-omb kwijt. En ik ben van de brug gesprongen. Ja, niet echt, maar in de game natuurlijk. En dat heb ik helaas niet opgenomen. Maar toen kwamen we beneden, hier terecht in het bos. En er komt iets naar beneden gerold. Olivia die gaat er vandoor. Oh nee, het is niet Bobby, het is niet Bobby. Ah! Oké, nice. Misschien moet ik eerst maar even dit doen anders. Ik bedoel, ik heb dit ook nog niet gedaan. Ik kan eerst gewoon even chillen, toch? Hoppakee. En hoppakee. En hier is ook nog wat. Hoppakee. En nog een kissie. Ja, ja, ja. De robuuste kratten. Ja, onderweg naar de tweede tempel van de blauwe lint had je dus een brug. En daar viel Bob-omb vanaf. En daar ben ik vanaf gesprongen. Alleen dat heeft hij dus niet opgenomen. Oké, oh, wacht. Hoe kom ik hier nou nog tussen? Oké, let's go. Oké, wacht. Let's go. Let's go, daar gaan we. Oh, nee. Ja, dit gaat toch helemaal niet? Dit kan toch helemaal niet? Zo kan ik toch niet lopen? Oké, go, 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 go. Oh, en terug. Oké, go. Go. Ja. Oké, tussenstop. Yes. En go. En go. Oh, wacht toch. Ah! Bom, waar ben je nou naartoe gegaan, jongen? Hoe moet ik dit naar... Daar is die, daarboven is die. Kan ik... Auw. Ik wou zeggen, kan ik anders gewoon met mijn hamer slaan? Maar dat gaat niet. Ik moet echt het juiste moment afwachten. Is dit het juiste moment? Dit is zeker niet het juiste moment. Is dit het juiste moment? Nee, dit is zeker ook weer niet het juiste moment. Is dit dan het juiste moment? Is dit... Nee! Wacht even. Ik zie daar volgens mij een gat in de muur. Kijk, hier kunnen we ook schuilen. Top! Let's go. Lekker! Dat doe jij de hele tijd, hè? Jij stinkt, Goomba. Hier! Pak aan! Hoppa! Wegwezen! Zit een beetje bij de hand te doen bij die boom. En klaar. Nu is het klaar. Nu is het afgelopen. Ik heb 3 toads gered. Het kastanje trio. Bedankt dat jullie onze ruwe bolster hebben gered. Ja, nee, graag gedaan. Doei! Kan ik hier naar boven? Ja, zeker kan ik hier naar boven. Even het hartje pakken. Even dit gaatje vullen. Even de muntjes pakken. En dan maar eens kijken of ik bij onze grote vriend Bobby terecht kan komen. Oké. Nog meer van die vallende dingen. Ah, Bobby! Bobby! Vriend! Ik maak eerst even dit kistje open. Hoppakee, een miniatuurbordje. Maar, vriend, kom even mee. Wat ben je nou allemaal aan het doen de hele tijd? We hebben je inderdaad weer gered. Hij wilde helemaal niet van de brug vallen, echt niet. Maar ja, zullen we gewoon lekker gezellig naar boven gaan en naar de waterorigant? We gaan weer helemaal terug naar boven, naar de waterorigant. Let's go. Oh, wel even oppassen op deze vallende kastanjes. Auw. Oké, poging 2. Hier moet ik dus even... Oh, rustig aan doen. Jemig. Wat een hoop kastanjes. We hebben het weer overleefd, jongens. Oh, ben jij nog de hele tijd bezig? Kom dan. Kom nou even gewoon... Oh, wacht even. Ik zie hier eerst nog een gaatje. Laten we eerst even dit kistje openmaken. Ja, en dat zijn tollende schilden. Die miniatuurtjes die zijn wel een beetje... Ja, ze hebben werkelijk overal een miniatuurtje van gemaakt, volgens mij. Wat zijn dit? Oh, nee. Hoppakee. Oké, die gaan blijkbaar niet zo heel makkelijk kapot. Dat is jammer. Ik dacht dat dit wel iets makkelijker zou gaan. Dat dit niet zulke hele sterke enemies zouden zijn. Maar oké. Laten we dan maar even met die sterkere schoenen op die Galoomba's plempen. Hoppa. Lekker bommie. Lekker bezig. Er zijn 3 enemies over. Met je kopstoot die helemaal geen damage doet. Oké, let's go Mario. Hops, hats, hats. En klaar. Oké, let's go. We gaan er vandoor. Oh nee. Pas op voor die kastanjes. Nee, niet weer. Niet weer. En nu? Oh, wat? Het zijn gewoon die gasten die dat de hele tijd doen. Die freaking Galoombas. Oké, eens even kijken hoe we dit gaan aanpakken. Deze moeten we zo neerzetten. En deze zo. Yes, oké. Dan hoop ik dat ik ze allemaal gewoon met een normale hamer kan aanpakken. Ja, ja, nice. Hoppakee. En nou die derde groep nog. Bam! Hoppakee, geen damage gepakt, niks. Lekker. Als je ze zeg maar normaal kan uitlijnen, dan gaat het best wel goed. Maar als je dit, even dat puzzeltje niet snapt, dan is het wel lastig. Nou, potverdorie, moeten we nou weer opnieuw op zoek naar Bobby? Die gozer die heeft ook altijd pech, hè? Freaking Bobby, jongen. Oké, even hier door die kastanjes heen. Moeten we dan via deze kant? Waarom lukt dit niet? Ja, hij is nu helemaal aan die kant. Wat als wij nu helemaal naar deze kant gaan? Ja, ja, kijk, nu zijn we sneller. Lekker. Hier, jongen. Hamer op je bakjes, vriend. Bam. En nou even wegblijven, alsjeblieft. Dood.
kom! Maar waar is onze grote bommenvriend nou gebleven? Staat er weer een Goomba blij te doen? Daar is hij, hij hangt in die boom! Wat gebeurt er als ik hier naar beneden val trouwens? Kijk, dan kom ik bij een pijp terecht. Waar brengt die pijp ons naartoe dan? Oké, dus we moesten hier naartoe. Hoppakee, Goombaatje verslagen, muntjes. En even onze grote vriendelijke vriend even uit die boom halen. Oh nee, waarom rol je nou weer naar beneden? Wat een kluns. Waar is die nou weer? Je kan nooit zo ver weg zijn gerold. Waar ben je, vriend? Huh? Zie je, hij ligt gewoon hierboven. Hij wordt bewaakt door die Goombaatjes. Kom maar op, Galoombaas. Laat mijn bommenvriend nou eens even een keer met rust. Jongen. Wat een ongelofelijke kluns ben jij. En waarom lig je nou opeens hier te slapen? Kijk hoeveel moeite ik voor je doe en jij ligt gewoon hier te chillen. Nog wat kastanjes. Alsjeblieft. Oh, ben je... Hij zit op drugs volgens mij. Hij is gedrogeerd. Door kastanjes. We hebben hem overal gezocht. Het ergste gevreesd. En al die tijd lag hij hier bij de uitgang een beetje te dutten. Zegt Olivia. Laat hem maar eens zien hoe opgelucht we zijn door hem met een zacht tikje uit zijn dromen te halen, Mario. Oké, daar gaan we. Bam! Wakker worden, vriend. Super M, toen ik wegrolde vond ik een binnenweg. Te gek, hè? Jullie bleven lang weg, daarom heb ik maar een dutje gedaan. Oh, dus jij bent letterlijk helemaal zo'n andere route gerold. Hier op deze boomstronk. En jij komt ons niet zoeken. Jij komt ons niet zoeken. Maar wij lopen wel de hele tijd achter jouw reet aan. Jongen, bommetje, lommetje. Wat een gozer, joh. Hier. Hamer op je bakkeroni. Anyway, we hebben Bob-omb eindelijk gevonden. Nu kunnen we door naar die watergigant. Als ze hem tenminste niet nog een keer kwijtraken. Ik zie hem er best voor aan om gewoon nog een keer weg te lopen met zijn hasses. Even hier nog wat gaatjes vullen. En eventjes hier deze pakken. Oh, nice. Hoppakee, 1000 muntjes erbij. Lekker. En door. Even dit dingetje lostrekken. Hoppakee, dan kunnen we hier naartoe. En door naar die watergigant. Let's go. Daar is de tempel, ja. Even uitkijken voor de sheeps. Go. Oké, nu moeten we allebei even op zo'n plekje gaan staan. Bobbon, pak jij de rechter, dan pak ik de linker. Go. Bobby, springen op die schakelaar. Hoppakee. Ja hoor, en de tempel opent zich... De prachtige tempel waar de waterorigant verstopt ligt. Het is ons gelukt. De poort van het heiligdom is open. Oh, Olivia, die zegt, ga je niet met ons mee het heiligdom binnen? Nee, inderdaad. Oh, wauw. Bob-omb is nu al moe van al het werk van die schakelaar. Hoe kan je nu al moe zijn? Wat een slacker, zeg. Jongen. Ik ben helemaal niet bang om een duister, betond heiligdom vol valstrik en monsters te betreden. Oh, is dat het? Je bent gewoon bang om naar binnen te gaan. Hij zegt, ik sla toch een keertje over. Doe de waterorigami maar de groeten van me. Het klinkt gewoon nogal nat en naar daarbinnen. Yo, ik dacht dat jij een of andere tough guy was, man. Nou, tot de volgende keer. Oeh. Dit ziet er ook wel weer vet uit, jongens. Het heiligdom van de waterorigant. Wow, moet je die stenen draak daar zien? Is dat de waterorigant? Ik hoop het. Wat mist Bobby een hoop spannende dingen. Ja, dit is wel zonde dat hij niet gewoon even meegaat hier naar binnen. En we gaan dit heiligdom eens even volledig uitspitten in de volgende aflevering van Paper Mario The Origami King. Doe een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon, Nintendo en Paper Mario video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu en op TikTok. Anyway, mazzel!